In de onderzeeboothaven in Rotterdam wordt de tijgerhaai in gereedheid gebracht voor een oefenreis van 3 maanden naar West-Indië. Voor de bemanning van ongeveer 60 koppen gaat de nodige proviant aan boord. Nederlandse jantjes houden nu eenmaal van Nederlandse kost ook in de tropen. De ruimte in de duikboot is nogal beperkt. Daarom worden de hammen zo lang maar aan de wand gehangen. Gedurende deze reis komen er in de kleine ruimte, waarin zich reeds een fantastisch aantal instrumenten en apparaten bevindt, nog een paar toestellen bij te staan. Eén daarvan, het belangrijkste, is een slingerapparaat voor zwaartekrachtmetingen. Ingenieur Bruins uit Delft en dokter Dorrestein, assistent van professor Vening Meynes, die zelf maar tot Lissabon meegaat, zullen met dit toestel in de Atlantische Oceaan metingen verrichten. De slinger speelt hierbij de voornaamste rol. Is er op verschillende plaatsen verschil in slingertijd, dan is volgens bepaalde formules hieruit het verschil in zwaartekracht af te leiden en daaruit kan weer de vorm van de aarde bepaald worden. Tevens vindt men hierin aanwijzingen omtrent de samenstelling van de aardkorst. En dat is het doel van deze onderzoekingen. Het apparaat wordt opgehangen in een zogenaamd kardan. Het zal daardoor onafhankelijk van de bewegingen van de duikboot steeds in de vereiste stand blijven. Professor Vening Meynes werd uitgeleid gedaan door vice-admiraal Willingen. Voor het vertrek sprak hij woorden van erkentelijkheid jegens de marine. Op het punt om met de heren Dorrestein en Bruins weer opnieuw met de marine mee te gaan, wil ik toch met een enkel woord zeggen hoe buitengewoon mooi het is dat er weer opnieuw wetenschappelijk werk door de marine kan mogelijk gemaakt worden. We kunnen met erg veel vertrouwen naar een belangrijke resultaat uitkijken. Dan stuwen de twee motoren de tijgerhaai de haven uit. Een reis begint waarop de bemanning en de wetenschappelijke onderzoekers elk op hun terrein nieuwe ervaring zullen opdoen.